Onze Lieve Vrouw van de Heilige Eik. Volgens de legende is het beeldje van Onze Lieve Vrouw in 1406 in het riviertje de Beerse gevonden. Het originele beeldje berust op het Maria-altaar in de Sint-Peterskerk in Oorschot. Begin 17e eeuw is een oorspronkelijk houten kapel vervangen door een stenen. Deze stenen kapel is reeds in 1649 door de protestanten afgebroken. Eerst na 1853 is de huidige kapel gebouwd op de fundamenten van de oude. In 1904 is het voorste gedeelte aan de kapel gebouwd. Bij deze uitbreiding is gebruik gemaakt van 4 15e eeuwse zuilen die afkomstig zijn van de Sint-Peterskerk in het dorp.